Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Hartelijk welkom, dames en heren, vanuit Pakhuis De Zwijger en ook namens het Sustainable Finance Lab. Mooi dat u er bent, daar aan de andere kant, in deze coronaproof omgeving. En belangrijk ook, want het roer moet om en dat kan nu, juist nu. Mijn naam is Jeroen Smit, ik ben schrijver, journalist en ik ben een fan van Dirk Bezemer. We gaan ervan uit dat we nog precies op tijd zijn om zijn gedachtegoed, het gedachtegoed van deze econoom, hoogleraar in Groningen, mee te kunnen nemen in de verkiezingsprogramma's. We hopen dat ze kijken, de schrijvers. Een land van kleine buffers, zo heet zijn heerlijke boek. Ja, een heerlijk boek, want zeker voor een econoom, op een opgewekte toon maakt hij een analyse met als boodschap: we kunnen zoveel beter als we het geld dat we hebben op een hele andere manier voor ons laten werken in plaats van vast te zetten in vastgoed en in vermogens. Zijn timing is goed. Dat venijnige COVID-virus heeft ons allemaal aan het denken gezet. We zijn geen economie, we hebben een economie. En die economie moet weer dienstbaar worden en dienstbaar zijn aan onze samenleving. Goed, wat we gaan doen, we gaan zo meteen luisteren naar Dirk, die gaat zijn verhaal toelichten. En dan, dat wil hij natuurlijk ook, wil hij het tegenwicht, wil hij een reactie, wil hij dat er iets gebeurt. En niet zomaar iets, maar ook echt iets op niveau. En we zijn ontzettend blij dat hier aan tafel twee grote denkers, economen zitten. Zij is hoogleraar marktwerking en mededingingseconomie en directeur van de Rabo in Amsterdam, Barbara Baarsma. En nou, aan de andere kant zit macro-econoom en hoofdredacteur van het onvolprezen economische statistische berichten, Jasper Luckeese. Maar goed, eerst gaan wij luisteren naar Dirk Bezemer, een land van kleine buffers, dames en heren. Dankjewel voor de mooie inleiding, Jeroen. De coronarecessie komt eraan, met veel pijn, maar ook veel kansen. De grote vraag in de komende jaren gaat worden: hoe gaan we de pijn nemen en hoe gaan we de kansen pakken? Ik denk dat een herinrichting van de economie daarvoor nodig is. Nederland heeft veel potentieel, maar we kunnen het nu niet waarmaken. We verkwisten veel van ons geld en ons talent op manieren die niet productief zijn, die ons geen sterkere, duurzamere economie geven, geen veerkrachtiger maatschappij. Dat kan zoveel beter. De grootste vijand van verstandig beleid zijn niet populistische denkbeelden of partijen. De grootste vijand van verstandig beleid is het denkbeeld dat vastgoedwaarde en vermogensopbouw zo belangrijk zijn en begrotingsoverschotten en dividenden dat ze ten koste mogen gaan van investeringen in menselijk kapitaal, in innovaties in de publieke sector, in duurzaamheid en in een financieel veilige werkplek voor miljoenen Nederlanders. Met dat dwaze denkbeeld dat financieel vermogen belangrijker is dan productief kapitaal of innovatie of kwaliteit van onderwijs of een goede beloning van werk, met dat denkbeeld ondermijnen we het draagvlak voor verstandig beleid. Dit idee van financieel vermogen dat boven reële waarde gesteld wordt, creëert een vruchtbare bodem voor populistisch ongenoegen. Dit beleid gaat nu al 2-3 decennia maar door. Het resultaat is dat we een economie hebben met hoge schulden bij huishoudens, waardoor we kwetsbaar zijn voor financiële schokken en waardoor betaalbaar wonen voor veel jonge mensen onmogelijk is geworden, tenminste als ze geen rijke ouders hebben. De oorzaak daarvan is niet zozeer dat we te weinig bouwen, maar het zit in de financieringsruimte. Het zit in te veel lenen waarmee huizenprijzen opgedreven worden. We hebben ook een economie met grote problemen in de publieke sector, bij zorg en onderwijs, welzijnswerk, zelfs bij kerntaken als politie en rechtspraak. Er wordt ook veel te weinig geïnvesteerd in de verduurzaming en de innovatie van de economie. Het is bovendien een economie met dalende uurlonen het afgelopen decennium en gemiddeld stagnerende inkomens, terwijl er meer gewerkt wordt. Voor te veel Nederlanders zijn de financiële buffers te klein geworden. Er zijn veel probleemschulden. En dat in een rijk land. De Nederlandse economie is kortom te veel gericht voor de vermogensbezitter, op de vermogensbezitter en ten koste van reële doelen. Ik denk dan aan doelen als gezonde loongroei, een financieel veilige werkplek, een krachtige publieke sector, een toegankelijke woningmarkt, voldoende innovatie en investeringen, biodiversiteit, duurzame groei. Gelukkig hoeft het niet zo te blijven.
moet het niet zo blijven als we de coronacrisis het hoofd willen bieden. De mogelijkheden voor verandering liggen echt voor het oprapen. Ze liggen dichterbij dan je misschien denkt. Maar daarvoor is wel een andere manier van denken nodig. En dus een andere inrichting van de Nederlandse economie. Ik heb 4 concrete voorstellen om dit aan te pakken. Mijn eerste voorstel gaat over het belastingstelsel. De belastingdruk op kapitaalinkomen, op vermogeninkomen, is hier een van de laagste in de Europese Unie. Gemiddeld in de Europese Unie is het 2 keer zo hoog als hier. De belastingdruk op inkomen is natuurlijk veel hoger en is ook toegenomen. De BTW ook, dat is een belasting op activiteit. We moeten die trend keren. Het is geen natuurwet. We hebben het zelf in de hand. Mijn voorstel is dat alle belastingvoordelen voor lenen, eigenlijk subsidie op schuld, moet verdwijnen. Niet alleen de hypotheekrenteaftrek, de bekendste misschien, maar ook subsidies voor bedrijven om zich in de schuld te steken. Dit zal helpen om de vastgoedprijzen te stabiliseren. Een lagere maximumlening ten opzichte van de waarde van de woning moet er ook aan bijdragen. Die moet naar 90% of 85% zelfs, zou ik denken. Het is nu 100%. Een tweede onderdeel van de belastingherziening is dat de prijsstijging van onroerend goed zwaarder moet worden belast. Ook daardoor zullen de vastgoedprijzen stabiliseren. Dit gaat bovendien gezondere prikkels geven. Prikkels voor minder schulden, minder speculatie, minder beloning voor het oppotten van vermogen in vastgoed, meer prikkel voor innovatie en voor investeringen. Zo gaan we ons geld anders gebruiken. Met de extra belastinginkomsten van de overheid kan ze een tariefverlaging op arbeid van vele procentpunten voor alle belastingschijven realiseren. En het kan helpen de gemeentelijke financiën gezond te maken. Ik zou zeggen, waar wachten we nog op? Het zal natuurlijk pijn doen bij vermogensbezitters en bij de financiële sector, maar die kunnen het hebben. Laat die lobby nou niet het beleid bepalen. We kunnen zoveel beter. Dit is dus mijn eerste voorstel. Ik heb het niet eens zelf verzonnen. De plannen liggen klaar in het ontwerp voor een beter belastingstelsel van Jacobs en anderen dat vorig jaar verscheen. We moeten dit gewoon gaan doen. Mijn tweede voorstel gaat over de versplinterde arbeidsmarkt. Met bijna 3 miljoen flexwerkers, waarvan ruim 1 miljoen ZZP'ers. Bijna 1/3 van alle werken in Nederland. Het betekent grote onzekerheid voor werk en inkomen voor miljoenen Nederlanders. Veel mensen moeten werken als schijnzelfstandigen. Bedrijven en uitzendbureaus verdienen daar veel aan, maar de loongroei is hierdoor sterk achtergebleven in de jaren dat de arbeidsmarkt flexibiliseerde. Nederland is daar vergeleken met andere landen in Europa volledig in doorgeschoten. Ook de arbeidsrechten zijn vaak in het geding. Mijn voorstel is om uitzendkrachten vanaf dag 1 arbeidsvoorwaarden te geven die gelijk zijn aan die van werknemers. Er moet ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een basisverzekering op bestaansminimum voor alle werkenden komen. En tenslotte moeten de zogeheten driehoeksverhoudingen tussen werkgevers, ZZP'ers en uitzendbureaus alleen toegestaan worden als er aantoonbaar toegevoegde waarde door is. Hierdoor zal veel ervan verdwijnen, want er wordt vaak alleen maar geld afgeroomd van de lonen zonder toegevoegde waarde in productieprocessen. Misschien klinkt dit radicaal, maar ook dit komt rechtstreeks uit een gezaghebbend rapport dat alweer maanden op de plank ligt. De commissie Borslap heeft dit voorgesteld. De minister heeft het met vriendelijke woorden ontvangen en toen werd het heel stil. Waar blijft nu de actie? Nederlandse werkenden verdienen zoveel beter dan de uitbuiting die nu op veel plekken ontstaan is. Door de belastinghervorming en de arbeidsmarktversterking samen zullen de besteedbare inkomens gaan stijgen. Dat is financieel draagvlak voor de regering, zodat die echt ruimte krijgt voor goed beleid in de crisis. Doen dus. Mijn derde voorstel gaat over de grote tekorten aan mensen en middelen in de publieke sector. Van onderwijs en politie tot zorg en welzijnswerk. Gemeenten sturen eerder dit jaar een brandbrief naar Den Haag, want hun financiën zijn uitgehold. Zelfs de rechters, die toch niet snel klagen, luiden de noodklok. Ik pleit voor een investeringsgolf en een uitgavengolf in de publieke sector om recht te trekken wat de afgelopen 10 jaar scheef is gegroeid. We kunnen ons dat goed permitteren. De extra financiële ruimte door de belastinghervorming maakt het mogelijk. En helemaal als we de krampachtige houding ten aanzien van de staatsschuld nu eindelijk los kunnen gaan laten. Nederland heeft een van de laagste staatsschulden in Europa. En tenslotte, mijn vierde voorstel is het afbouwen van de 8 miljard subsidie per jaar voor de fossiele energiesector en al die andere subsidies in de landbouw, in de industrie, die de duurzaamheid van onze economie ondermijnen en actief subsidiëren.
In 2013 werd al beloofd dat die subsidie dit jaar afgebouwd zou zijn. Waarom is dat niet gebeurd? Is hier weer een lobby het beleid aan het bepalen? Het geld moet overgeheveld worden. Meer subsidies voor elektrische auto's, opwekking van hernieuwbare energie, isolatie van woningen en duurzame innovaties. Daar moet de werkgelegenheid gaan groeien in de crisis. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. In Duitsland en Frankrijk is dit al gewoon gebeurd in de steunpakketten. Duitsland wil toonaangevend worden in de waterstoftechnologie. Kijk, dat is ambitie. Waar blijft Nederland? Hier is het pappen en nat houden. Een boekhoudersmentaliteit. Als het gaat om stikstof, CO2, duurzaamheid. Altijd is er te weinig geld en te weinig daadkracht. Er is niet te weinig geld. We hebben genoeg geld, maar we gebruiken het verkeerd. Want intussen gaan er dus grote bedragen naar schuldsubsidie en vervuilende sectoren. Regering, hou er eens mee op. Ga leiderschap tonen. Creëer echt draagvlak. De plannen liggen klaar. Aanpakken. Kijk. Dirk, kom deze kant op. Mooi gesproken. Dit land kan zoveel beter. Barbara Baarsma, hoogleraar economie. Jasper Lukezen, hoofdredacteur van de ESB. Waarom zitten we, als je dit zo hoort, waarom zitten we al decennia zo dramatisch op het verkeerde spoor, Barbara? Zo dramatisch op het verkeerde spoor ga ik je niet nazeggen. Er zijn zeker verbeteringen nodig. Alleen er zijn ook gestolde belangen. En die maken dat het moeilijk is om transities die heel erg nodig zijn om Nederland beter te maken, welvarender te maken in brede zin, om die door te zetten. En dat vergt, wij zijn een poldereconomie, eentje waarin we compromissen sluiten. En ik denk dat het goed is dat we ook markeren waar die gestolde eigen belangen zitten. En dat transparant maken. En dan wel doorpakken. Zie jij, Jasper, dat we in een tijdsgewicht aankomen na 30 jaar van marktwerking. Laat de markt zijn werk doen. Die overheid moet zo klein mogelijk zijn. Regels schrappen staat letterlijk ook in jouw boek. Hè? We hebben die overheid gemaakt tot een instituut wat regels moet schrappen en marktwerking moet faciliteren. Heb je het idee, het begin leek al een beetje in 2008 bij de crisis, maar nu met de COVID-crisis, dat we nu in een tijdsgewicht komen na 30, 40 jaar marktwerking. Laat de markt zijn werk doen. Die overheid gaat weer staan. Die overheid heeft een verantwoordelijkheid. Laat de overheid maar het voorbeeld, het voortouw nemen. Ja. Oh. Dan zijn we eruit. Maar er is natuurlijk wel wat meer over te zeggen. Het is natuurlijk ook zo dat het recept van de markt meer ruimte geven, dat recept is natuurlijk uitgewerkt op het moment dat de markt die ruimte heeft en die marktprikkels op een goede manier in de economie zitten. Dan kun je te veel van dat medicijn krijgen en dan moet je iets anders gaan proberen. Ja. Hè, dus in de jaren 80 zijn we natuurlijk, heb ik me laten vertellen hoor, dat ik zo oud ben ik niet, maar in de jaren 80 hebben we die marktprikkels ingevoerd, juist omdat er te veel overheid was en omdat bedrijven geen lucht hadden om te ondernemen, omdat bedrijven dat innovatie niet van de grond kwam. Ja, en nu is het niet zo dat bedrijven geen geld hebben. Het is meer zo, er is onvoldoende vraag. Ja. Er zijn allerlei publieke sectoren, soms ze allemaal op, die hebben gewoon een gebrek aan geld en daar kan heel veel beter. Ja, maar even, want voordat we het gesprek over die punten, is er consensus aan deze tafel dat het centrale punt, jouw centrale punt is, de afgelopen tiental jaren is er heel veel vermogen opgepot in speculatieve omgevingen, op de beurs, in vastgoed. Geld wat veel beter, wat we moeten zien te mobiliseren, zodat het in de reële economie kan worden geïnvesteerd in innovatie, vernieuwing, verduurzaming van de economie. Zijn we het eens over dat centrale punt, Barbara? Ik wil nog één ding zeggen. Eigenlijk is het antwoord van Jasper heel mooi, want jij wil eigenlijk naar markt of overheid. Maar dat is het niet. Het is markt en overheid. Okay. Want al die belangrijke... Kijk, daarom was ik het ook niet eens met dat Nederland zo dramatisch zo slecht is. Wij zijn een van de allergelukkigste landen. Ja. We staan er ook economisch echt goed voor. Onze instituties zijn best modern. Ja, ze zijn toe aan hervorming en onderhoud. Maar ze zijn niet dramatisch slecht. Sterker nog, het zijn die instituties, dus de arbeidsmarkt, onze zorg, de politie, de rechtsstaat, de vrijheid van journalistiek bijvoorbeeld, die goed beschermd is. Ja, oké. Algemeen. Dat zijn allemaal dingen die hier heel goed ontwikkeld zijn. Dus om onszelf nou in de put te praten dat het niet goed gaat, daar ga ik niet in mee. En ik zie dat dat een prestatie is van zowel overheid als markt. En dat is continu een balans. Ja. En was in de jaren
70, 80 was het te veel nadruk op de overheid. Werd het daarna misschien te veel markt. En zo heb je voortdurend die slinger gaat naar alle kanten op. Maar laten we het op zijn merites beoordelen en niet van tevoren daarin een ideologische positie over innemen. Tenminste, ik wil dat niet doen. En dan je vraag over, is het hoofdprobleem van Nederland de kleine buffers bij sommigen en de te hoge buffers bij anderen, bijvoorbeeld pensioenen. Ik zou het iets anders willen framen. Voor mij is een heel groot probleem in Nederland dat we enerzijds als land ontzettend rijk zijn. Als je kijkt naar het inkomen per capita, per inwoner, dan is dat eigenlijk sinds de jaren 80 fors gestegen. Als je kijkt wat mensen vrij besteedbaar hebben, dan is dat eigenlijk gelijk gebleven. En dat gat tussen rijk zijn als land en ben ik rijk als burger? Wat zie ik in mijn portemonnee? Wat kan ik vrij besteden? Dat gat is voor mij een probleem. Ja. En daar zit dat gat, wat zit daartussen, daar kunnen we het zo over hebben, maar het is inderdaad achterblijvende lonen. Dat is inderdaad een belastingstelsel dat te veel voor jou bepaalt. Wat maakt dat het niet vrij besteedbaar is. Bijvoorbeeld wat we aan zorg besteden of wat naar onderwijs gaat. De verplichte betalingen voor pensioenen. Dus ik vind niet per se dat die schulden verkeerd zijn. Het gaat erom wat je ermee doet en of het het gevoel geeft aan mensen dat ze geen vrij besteedbaar inkomen hebben. Want dat is voor mij de vruchtbare bodem onder populisme. Als dat gat te groot wordt, dat is waar we echt op moeten letten met elkaar. En dan kunnen we meteen naar jouw eerste punt. Dat sluit daar schitterend op aan. Jij hebt het over een forse verlaging van de inkomstenbelasting, stel je voor. En dan heb je het over, je hebt het over vele procentpunten. Omdat ik denk dat de mensen aan de andere kant daar iets dat graag willen concretiseren. Hebben we het dan over alle schijven, zeg je dan ook nog, 10-15%. Hè? Dus dat de reële inkomens fors gaan stijgen. 10-15%, is dat vele procentpunten? Nou, de specialisten hebben ernaar gekeken. Het ontwerp voor een beter belastingstelsel wordt, als ik me goed herinner, 9% genoemd. Ja. Dus het gaat mij om de richting. Hè? Dus de details moeten ingevuld worden. Maar 15%. Nou, de vermogensbelasting hoger, loonbelasting lager, zodat er echt meer ruimte ontstaat. Want ik wil het gewoon aanhaken bij het idee dat het in Nederland allemaal fantastisch gaat. Natuurlijk, we mogen blij zijn dat we hier wonen. En heel veel mensen willen hier wonen, omdat het hier zo geweldig is. Maar het idee dat bijvoorbeeld de arbeidsmarkt ook hier heel goed werkt, dat zou ik toch bestrijden. Het gaat juist om die versplintering van de arbeidsmarkt onder de naam van flexibilisering, waardoor veel huishoudens nu blijkbaar volgens enquêtes van DNB en van de NIBE toch wel financieel precair leven. Wacht even, ik zit hier als moderator. Sorry. Ja, wacht even, dit is even belangrijk. Jake, want ik begrijp dat jij dan ontzettend graag nu daarop, maar dat is je tweede punt. Je moet even iets van structuur. Houd hierbij. Komt allemaal goed, komt allemaal aan de orde. Maar ik wilde even op die belasting. Hè. Jij zegt heel concreet, hè, dat vind ik ook mooi, dat wil ik aan de gasten voorhouden dit. Jij zegt, we moeten iedere subsidie op schuld, hè, subsidies op schuld van hypotheekrenteaftrek tot renteaftrek als je een bedrijf overneemt, hè, afschaffen. Boom. Ja. Goed idee, Jasper? Ja, weet je, het punt hierbij is... Ja of nee, Jasper? Nee. Kijk. Dus... Nu zeg je ja. Geef de man kans voor nuance. Ga je gang. Kijk, de vraag, moet het allemaal worden afgeschaft? Nee. Er is heus wel ergens een situatie te bedenken waarbij dit een goed idee is. Is de richting die Dirk voorstelt de juiste richting? Absoluut. Ja. En wat vind je daar goed aan? Misschien om dat goed nog even te onderstrepen. Wat vind je goed aan die richting? Nou ja, twee dingen. Dus als je de subsidie op schuld afschaft, dan wordt eigen vermogen goedkoper dan vreemd vermogen. Ja. En dan gaan mensen meer eigen vermogen gebruiken. Dan krijg je een weerbaardere economie. Want eigen vermogen is iets wat beter in staat is om risico's op te vangen. Oké. Okay. Dat is één. Ja. En twee? Je doet iets aan de omvang, de totale omvang van de vermogens. Want je hebt minder de neiging om via schuld een hoop geld te gaan verdienen en dat weer te gaan financialiseren, wat relatief weinig toegevoegde waarde heeft. Oké. Okay. Meer belasting op vermogen is een heel belangrijk tweede punt daarin. Ja, ik wil eerst even zeggen, ik ben ook voor bijvoorbeeld het afschaffen van de hypotheekrente, hypotheekrenteaftrek. En ik ben er ook voor om met name de beslissingen die mensen nemen tussen of gaan huren of kopen of iets met eigen vermogen of met vreemd vermogen financieren, dat die niet fiscaal verstoord worden. Dat echt puur en alleen een besluit wordt op basis van risico's. Wat kan ik aan met mijn inkomen? Wat kan mijn, als ik ondernemer ben en ik moet kiezen tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, dat die besluiten niet zo verstoord worden. En op dit moment verstoren die fiscaliteiten, verstoren dat soort besluiten. Dus daarom ben ik ook voor die richting. Bij vermogensbelasting
Het belasten van vermogen, daar kan ik een heel eind in meegaan. Dat wij daar ook daar geldt, dat die fiscale prikkels enorm nu stimuleren dat je opbouwt, meer dan nodig is. Bijvoorbeeld bij pensioenen, hè, daar mag je ook belastingvrij nu inleggen. Eigenlijk is dat heel raar, de overheid is een soort van hedge fund. Hè. Dat weten heel veel mensen niet, maar je mag nu belastingvrij in je pensioen leggen. En dan later ga je er, als het uitgekeerd wordt, ga je er belasting over betalen. Dat is zo ongeveer, nou, wat zal dat zijn? 30 jaar later, 40 jaar later. Nee, maar dat is misschien wel 500 miljard. Dat is echt wel echt een heel groot ding dat de overheid voorfinanciert. En op zich is het verstandig om te kijken tot welke hoogte doen we dat. En nu is dat tot 100.000 euro. Is dat de juiste hoogte? Moet dat een beetje minder? Dus ik wil het niet alleen maar hebben over, we gaan rijke mensen hun vermogen, miljonairs pesten, zeg maar. Weet je waarom ook? Daar moet je echt verstandig naar kijken, hoor. Begrijp me echt niet verkeerd. Alleen dat gaat niet zoveel opleveren. En ik vind het beeld oproepen dat door de vermogensbelasting enorm te verhogen, we heel veel meer opbrengsten voor de schatkist gaan realiseren, vind ik een beetje, vind ik onterecht. Ik vind wel dat we daar naar moeten kijken. Even Dirk laten reageren en dan kom ik zo bij jou. Als gezegd, goed, ja. Ja, nou, miljonairs zijn het eens over de richting. Miljonairs hoeven niet te pesten. Het gaat mij ook, je moet gewoon uitrekenen wat de opbrengsten gaan worden en hoeveel je daarvan dan de loonbelasting zou kunnen verlagen, bijvoorbeeld, als dat je doel is. Nou, dan wordt het heel erg operationeel, hoeveel het precies gaat worden. Maar het gaat ook om de prikkels. Het gaat ook om de prikkels, wat je ook al benoemde. Dat het aantrekkelijker wordt om geld te gebruiken om te investeren en te innoveren of lonen te verhogen. En minder aantrekkelijk om geld, wat ik dan een beetje oneerbiedig noem, geld op te potten waar het niet productief is. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Ja, daar zijn we het over eens. Ja, kijk, Nederland is dus helemaal geen land van kleine buffers. Nederland is een land van grote buffers. Ze zitten alleen niet in de plek waar je zou willen dat ze zitten. Dat is je betoog. Maar de buffers moeten natuurlijk precies zijn op de plek waar ze nodig zijn. Ja, dat dus is het probleem. Zijn mensen met kleine buffers en er zijn mensen en plekken met grote buffers. Dus het is een land van het verschuiven van kleine naar grote buffers of zoiets als boektitel. Doet het niet zo goed. Maar in ieder geval, en jouw belangrijkste betoog, zoals ik dat nu even samenvat, is dat je zegt, we moeten het niet verschuiven omdat we vinden dat hij te veel heeft en zij te weinig. Maar we moeten het verschuiven omdat dat dan voor een efficiëntere economie zorgt. Ja. Dat geld moet gaan werken. Ja, gaan werken. Dat moet in de reële economie. Maar dit is precies mijn punt. Ja. Dus niet omdat vanwege het feit van ik vind het niet eerlijk of wat dan ook. Het kan zoveel efficiënter. Ja. De economie kan veel beter werken. En daar profiteren we allemaal van. Want als het in de reële economie terechtkomt, dan is er geld voor innovatie, voor vernieuwing, voor verduurzaming, de energietransitie waar we straks over bespreken. Maar waar het om gaat is, wat heel veel mensen bijvoorbeeld ook, ik vertelde wel eens over dat de belasting op consumptie moet omhoog, want die is minder verstorend. Ja. En daar gaat het om dat je de belasting zo vormgeeft dat die gedragingen minder verstoort. Ja. En een BTW is nu eenmaal minder verstorend dan een marginaal tarief op arbeid. Want daar ga je gewoon minder uren door werken. Je gaat minder investeren in je menselijk kapitaal, want doorgaans rendeert dat in een hoger salaris en dat wordt dan wegbelast. Mensen gaan zelfs belasting ontwijken als je die extra euro die je verdient. Of zelfs verhuizen. Hè? Gérard Depardieu, die geloof ik zelfs in Rusland politiek asiel aanvoert. Walgelijk, maar oké. Dat soort gedragingen, die verstoringen wil je eigenlijk. Ja. En dat is de efficiëntie waar Jasper het over heeft. Maar wat ik nou zo ingewikkeld vind als relatieve leek in dit hooggeleerde economengezelschap. Het is zo logisch dat je dat als samenleving wil. Dat geld werkt, dat geld geïnvesteerd wordt. Dat geld wordt gebruikt om te vernieuwen, om een economie te revitaliseren en mensen aan het werk te zetten. Het is zo logisch. Waarom landt dat dan niet? Want jij roept dit eigenlijk al een jaar of 10. Nou, die gestolde belangen. Bijvoorbeeld, wat zijn die gestolde belangen? Nou, de BTW-belasting aanzienlijk verhogen. Er zijn bedrijven, winkeliers, anderen, die zeggen dat willen wij niet. Nee, natuurlijk willen ze dat niet. En natuurlijk willen ze dat niet. Maar wat als daar nou voor in de plek komt dat de lasten op arbeid omlaag gaan, mensen meer te besteden krijgen en dat ook in hun winkel besteed kan worden? Precies, dan is het toch opgelost? Want dan hebben mensen denken, maar een deel van het geld kan ook naar andere winkels gaan. Niet naar die winkel waar zij. Weet je, mensen zijn gewoon toch bang voor verandering uiteindelijk. Ja, en het is altijd lastig om volledig goed te corrigeren. Hè? Dus als je de BTW zou verhogen van 1 naar 25%.
en je gaat dat aanpassen door iets te doen in de loonbelasting die dan omlaag gaat, dan tref je bijvoorbeeld mensen die alleen een AOW hebben en die gewoon heel weinig loonbelasting betalen, die hebben dan veel minder te besteden. Ja. Dan wil je daar weer maatwerk op gaan doen met AOW's omhoog. Dus voor je het weet, 65+ BTW op 65+. Zeg maar. Ja, of studenten bijvoorbeeld. Ja. Hè? Voor hun gaat de BTW ook omhoog, maar ze hebben geen looninkomen. Dus zij worden niet gecorrigeerd, gecompenseerd. Ja, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Het ene is die gestolde belangen die jij noemt. Hè? Vroeger was dat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Mocht je niet zeggen, je moest het halen. Mag tegenwoordig, hè? Tegenwoordig zijn we er overheen dat het echte verkeerd idee is. En zijn het heel erg langzaam aan het afbouwen. Dus daarin zie je, ja, er was gewoon enorme weerstand tegen. De hypotheken zijn een cash cow voor de banken. Dus die waren ook niet blij mee. Heel veel kiezers denken dat ze daarmee beter af zijn. Dus dat soort processen. En voor een ander deel is het ook ideologie, denk ik. Echt het geloof dat het goed is om mensen vermogen op te laten bouwen, dat zelfs te stimuleren, omdat daarvan de economie ook beter gaat werken. Dat is natuurlijk typisch wat de afgelopen 30 jaar wijdverbreid geloof geweest is bij veel ambtenaren en politici. Ja, maar het is ook helemaal niet zo slecht is als je het zo doet. Ja, maar het is ook ingewikkeld, Dirk. Alles is natuurlijk ingewikkeld. Nee, maar even, dat was mijn voorbeeld even. Je hebt dat boek waar je aan refereert, dat betere belastingstelsel. Dat is zo dik. En daarvan zeggen de echte belastingexperts, nou, er moet nog een hele hoop gebeuren voordat dat daadwerkelijk in een belastingstelsel kan landen. Dus maar we zijn nog niet begonnen. Nee, nou, dat is ook niet helemaal waar. Dat is ook niet helemaal waar. Er is naast dat boek natuurlijk van alles ook ambtelijk gebeurd. Aan bouwstenen bij het ministerie van Financiën. Er gebeurt echt wel wat op dit front. Maar omdat die processen ingewikkeld zijn, is het door die gestolde belangen en is het door die ideologie ook heel makkelijk natuurlijk om gewoon zand in de machine te gooien en niet vooruit te komen. Maar laten we nou eens even naar ik wil de volgende fantasie met jullie delen. Ik stel me zo voor dat aan de andere kant zitten de schrijvers van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Straks zijn er verkiezingen en die hebben nog een week om nog wat spullen daarin te veranderen. Hè? En laten we zeggen dat er is hier toch wel een soort van consensus aan deze tafel. Wat adviseren wij die mensen die daar zitten te schrijven om in hun programma te zetten? Harmoniseer de BTW, breng hem naar het hoge tarief en gebruik de opbrengst om met name aan de onderkant van het loongebouw de marginale tarieven op inkomen uit arbeid te verlagen. Dus alles naar 21%? Ja, dat zal ongeveer zo'n 4, 5 miljard opleveren. En gebruik je 4, 5 miljard voor een verlaging van de belasting in de laagste schijven? Ja, want die gaan ook vooral heel erg in die winkels dingen kopen. Want als je het aan de bovenkant doet, dan kan het ook zomaar gespaard worden. Dit is een heel concreet idee. Jasper, goed idee? Ja. Goed idee. Ook een snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Levert ook geld op voor de staat. Ja. Kun je ook weer wat mee doen voor de lonen. Ook heel goed idee. Ja. Oké. Okay. Nou, kijk, de goede ideeën zijn simpel, zijn niet ingewikkeld. Hoeven geen staan ook al maar, in sommige kijk, zo gebeurt. Even dit punt nog. Kijk, ik zeg ja op het idee van Barbara. Maar je zult wel even serieus moeten kijken naar de inkomenseffecten voor mensen die niet betroffen zijn door die marginale tarieven en wel betroffen zijn door die 21%. Door die 21%. Dus goed idee, maar er is nog wat meer discussie nodig. Nee, en ik vind ook eerlijk gezegd, daar gooi ik zelf nog even eentje in. Vorige week was in het nieuws Blokhuis, staatssecretaris Zorg, die geen suikertax. Hè, dus even. Ja, er ligt een convenant met de frisdrankindustrie. En die hebben beloofd er iets aan te doen. En ik heb aan ze gevraagd hoe het gaat. En ze zeggen dat ze op schema liggen. En ik hou op. Engeland is het ingevoerd, nota bene Engeland. Het werkt als een tierenlier. Al die frisdrankrommel met al die suiker erin. Weet je waarom het werkt? Ik geef even dit voorbeeld, Barbara. Een overheid moet ook nu gewoon durven staan en te zeggen, klaar, we gaan het nu gewoon doen. Ja, ik weet dat het een iets ander onderwerp is, maar een soort ferme. Nee, dit is helemaal bij jou ook een beetje die boosheid. Van jongens, de plannen liggen er, de ideeën zijn. Het is niet ingewikkeld. Maar jij noemt dit, hè, dus het overheidsingrijp, maar in feite ben je hier de markt aan het inzetten. Want je bent aan een prijs aan het geven dat wel waarde heeft, maar geen prijs heeft op de markt. Namelijk die dingen die gewoon slecht voor ons zijn in ons eten. En ik zou zeggen, maak een gecombineerde suiker, vet en zouttax. Ja. Maar dat gaat wel even buiten dit boekje. Zijn andere, laat ik zeggen, buffers die je daarmee. Maar weet je, het punt is, maar ik heb het idee dat die overheid, dat zo'n Blokhuis niet begrijpt dat het bedrijfsleven eigenlijk snakt naar zo'n wet. Want op het moment dat die wet er is, dan moet iedereen zich eraan houden en dan kunnen ze weer verder. Maar zolang die wet er niet is en zolang je toch nog steeds geld kan verdienen op een manier die eigenlijk, maar het mag wel, dan komt het ook niet tot stand. Dus een soort, ik snak zelf ook, dat vond ik ook het heerlijke van dat boek van jou, van ga nu staan. En dat is we moeten naar het volgende onderwerp, want anders dan, we zijn al een half uur bezig.
Nou, er was een vraag, kwam binnen. U kunt vragen chatten. Maar het ging over wat zijn de gestolde belangen. Hebben we keurig beantwoord. Wij gaan naar jouw tweede stelling, betreffende de arbeidsmarkt. Vrij radicaal voorstel. En ik ben heel benieuwd naar jullie opvattingen hierover. Uitzendkrachten krijgen vanaf dag 1 arbeidsvoorwaarden die gelijk zijn aan de rechten van werknemers. En arbeidsvoorwaarden die gelijk zijn aan de rechten. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, et cetera. Gewoon gelijkschakeling van flex ZZP-werk aan de rechten die de gewone werknemer heeft. Vrij radicaal, toch? Dat zeg je zelf ook. Ik zeg juist, het klinkt misschien radicaal, maar ik heb het juist bewust, dit heb ik overgenomen uit het rapport, wat verder niemand misschien wil lezen omdat ze het saai vinden, maar alleen maar om aan te tonen, ja, de goede ideeën liggen voor het oprapen. En de mensen die, kijk, dit boek is in korte tijd geschreven. Er zijn mensen die er veel langer over nagedacht hebben en die verantwoordelijkheid daarin hebben. Ik dacht er heel goed over nagedacht. Ja, ik heb er ook goed over nagedacht, maar ook heel snel. Niet te bescheiden. Dit zijn geen losse flodders. Dit zijn geen vage. Wat moet het opleveren? Moet je even goed uitleggen. Waarom is het belangrijk dat die flexibele schil meer vastigheid, meer veiligheid krijgt? Als het gaat over arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, etc. Nou, dat geeft... Dat geeft een financieel veilige werkplek. En dat is heel erg belangrijk voor het welzijn. Gewoon, dat is al een hele belangrijke reden. Ja, maar je haalt ondertussen ook nog even uit naar uitzendbureaus. Dan zeg je van, ja, die leggen daar een premie op. Maar er wordt ontzettend veel geld verdiend aan het zogenaamd bij elkaar brengen van schijnzelfstandigen en werkgevers. Dat zijn constructies waarin ontzettend veel afgeroomd wordt en niet bijgedragen. Dus het is ook ten behoeve van de efficiëntie van de economie. Dat wil ik er ook wel bij gezegd hebben. We denken weer in termen van verkiezingsprogramma's. Jasper, jij bent aan de beurt. Wat moet er in het verkiezingsprogramma staan over in de komende... Wat voor inspiratie krijgen ze van jou over dit onderwerp? Wat hoop je dat hier gebeurt? Neem je dit over, dit idee? Ja, en ook met, al. Met de connotatie dat dit natuurlijk gewoon de mensen die nu echt het minst verdienen wel degelijk een beetje gaat helpen. Ja. En dat dit ook bedrijven die hun bedrijfsmodel bouwen op mensen te weinig betalen. Want die mensen die krijgen vervolgens te weinig salaris en die maken dan gebruik van allerlei sociale voorzieningen daaromheen. Dat vullen we gewoon aan door middel van of uitkeringen of allerlei toeslagen. Ja. Bedrijven die hun bedrijfsmodel erop gebouwd hebben, die moeten meer betalen. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze maar een efficiënter bedrijfsmodel gaan voeren. Dus dit dwingt bedrijven wel om wat innovatiever en wat efficiënter te opereren. Ook. En ik denk dat dat wel nuttig is. Dit is een heel belangrijk punt, als ik even tussendoor mag. Hè? Want het idee is vaak, de tegenwerping hiertegen is vaak van, ja, maar als de lonen omhoog gaan, dan hebben bedrijven minder geld om te innoveren, of dan kunnen ze minder efficiënt opereren, want de kosten zijn hoger. Hè? Ja. Maar het is juist omgekeerd. Hogere lonen gaan vaak samen met hogere productiviteitsgroei. Hè? Er is nu een puzzel voor economen waarom de productiviteitsgroei al zo lang zo laag is. Maar dat was precies ook de tijd dat de arbeidsmarkten flexibiliseerden en de lonen omlaag gingen en de financiële vermogens groeiden. Dus dat hangt echt wel met elkaar samen. Dus dit gaat ook de economie efficiënter maken. Jij blijft een beetje... Nee, helemaal niet. Waar sta jij op dit thema? Ten eerste, die puzzels vind ik wel een leuke. Als de lonen heel weinig stijgen ten opzichte van productiviteitsgroei, en dat is die afgelopen tijd ook echt gebeurd. Hè? De lonen hadden veel meer kunnen stijgen zonder dat het ten koste van de winsten van bedrijven ging, omdat de productiviteit meer is gegroeid, gemiddeld genomen. Ja. Niet in alle sectoren, maar gemiddeld genomen. En het feit dat dat niet gebeurd is, heeft ook de prikkel om te investeren in nieuwe technologie, in arbeidsbesparende technologie, in productiviteitsgroei verminderd. Dus een beetje loongroei kan ook helpen juist om wel te blijven investeren en te innoveren in productiviteitsverhogende investeringen. Dat even als reactie op wat jij zei. Ik ben ongelooflijk voor een modernisering van de arbeidsmarkt. En ik hoop dat de coronacrisis, waarin we zien dat gat tussen enerzijds de onzekerheid van een flexbaan, maar ook de risico's en de hoge kosten van een vaste baan voor werkgevers, te groot is. Nu vind ik dat in hoe jij het brengt, want de commissie Borslap is een dik rapport en kijkt ook naar het minder vastmaken van die vaste banen. Dat doe jij in je samenvatting niet, in je boek geef je daar wel aandacht aan. Maar ik vind dat je het gat kan dichten, niet alleen door flex minder onzeker te maken, maar ook door vast minder vast te maken. Ik heb ooit een steen in de Haagse Hofvijver gegooid en dat was vooral een denkexercitie, maar wel met een knipoog van, denk eens nou eens even door hoe de prikkels werken. We schaffen alle contracten voor onbepaalde tijd af en iedereen heeft contract voor 5 jaar. Dus ook diegene met dat halfjaarscontract, met dat flexcontract van 0 uur enzovoort. Iedereen 5 jaar.
Er zijn, blijft wel uitzendwerk, want je blijft piek en ziek houden. Ja, je moet de conjunctuur... Ja, moet je een beetje op kunnen vangen. Maar iedereen 5 jaar, vanaf dag 1... heb je dan een prikkel om in jezelf te investeren. Want over 5 jaar wordt er gekeken, zegt, ben jij nog wel fit voor dit bedrijf, voor die baan, voor deze functie? En is er ook voor de werkgever een prikkel om te investeren? Jezus, die vent, die kan echt goed schrijven. Die schrijft heerlijke boeken. Die wil ik behouden. Daar ga ik in investeren. En voor diegenen die tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, moet er een modernisering van de sociale zekerheid dan komen. Een verzekering tegen kennisveroudering. En die kunnen we heel makkelijk betalen, want we hebben tig leven lang, of lang leven leren, studiepotten die ongebruikt zijn. En dat gebruiken we als startkapitaal voor die verzekering. Dat was mijn idee. Mm-hmm. Inmiddels is het veel beter doordacht door de commissie Borslap. Maar nogmaals, niet alleen door flex, door het gat te dichten. Maar door ook flex door vast minder. Want waarom? Uiteindelijk gaat het erom dat je zoveel mogelijk mensen een betaalde baan gunt. Maar want er is een hoop gebeurd, hè? Die vaste contracten. Ik weet nog, een jaar of 10, 15 geleden had je 2 maanden per gewerkt dienstjaar. Dat is ontzettend kostbaar om afscheid te nemen van mensen. Is nog steeds heel kostbaar. Nou. Nee jongens, ik weet niet of jullie mensen in dienst hebben. Het is nog steeds kostbaar om mensen... De ontslagbescherming is nog steeds vrij fors. Belangrijker nog voor veel risico's die werkgevers ervaren, is de doorbetaling van ziekte. Is nog steeds heel lang. Dat is voor heel veel kleine ondernemers. Ja, en alle reïntegratieverplichtingen die komen ook met ziekte. En dat zijn knoppen waar we aan moeten draaien. Niet om ze naar nul te zetten. Ik wil niet, maar om ze realistisch te maken en misschien ook voor een deel te collectiviseren. Ja, daar wil ik graag even op aanhaken. Want wat je natuurlijk heel vaak hoort, en wat we nu heel veel aan het doen zijn, is de verplichtingen om op te leiden ook bij de werkgever neerleggen. Maar ik vind dat als econoom altijd een beetje raar dat een werkgever de verplichting heeft om een werknemer op te leiden voor de arbeidsmarkt. Ja. En ik snap heus dat dat lastig is om dat zelf gedurende die werk op een goede manier te doen. Dus daar ligt volgens mij wel echt een taak voor de overheid om daar een stap in te zetten. En daar zijn ook echt wel middelen voor. Er zijn op sectorniveau best wel grote fondsen die niet gebruikt worden. En die zouden daar wel voor ingezet kunnen worden. Nou, dat is precies mijn pleidooi. Ja. Dat is precies wat ik aangeef. Want dat leven lang leren, dat vind ik nou wel. Dat is menselijk kapitaal. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Hé, maar dan kan ik lekker makkelijk praten, want ik kan dat wel doen. Maar iemand aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die moet door de overheid echt geholpen worden met een individueel leurbudget. En er liggen prachtige plannen, hè? Ook uitgewerkt, want dat wil ik nog wel even noemen, is, ja, mensen lees dat boek van Borslap, maar de uitwerking door het platform Toekomst door de Arbeidsmarkt is het in detail geregeld. Ze hoeven het alleen maar zo in het verkiezingsprogramma te schrijven. Ja, gaat het gebeuren, denken jullie? Komt het in het verkiezingsprogramma, dit? Bij onderwerp? Sommige heus wel onderdelen. Mm. Alleen het is een package deal. En ik hoop dat daar, ik ben ook helemaal voor levenslang leren. Een soort spaarpool die je meekrijgt bij het begin van je loopbaan, hè, om daarin te blijven investeren. Heel hartstikke mooi allemaal. Maar ik denk dat we vooral aandacht moeten hebben voor de intussen wel heel grote minderheid van Nederlandse werknemers die in echt precaire omstandigheden werken. Zeker. En het woord dat daarbij ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er een rapport over geschreven, wat vrij schokkend is, vind ik, om te lezen. Er is echt uitbuiting op heel veel plekken in de Nederlandse samenleving. Ik wil daar vooral aandacht aan geven. He, want dat mensen eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf moeten leren, dat is een verhaal wat we elkaar al 20 jaar vertellen. En intussen is dit gebeurd. Ja. Maar daarom, de onveiligheid. Maar die modernisering van de arbeidsmarkt, he, waar die hopelijk toe leidt, is dat er meer echte arbeidscontracten komen. Dus niet die nulurencontracten, niet die flexcontracten, maar echte arbeidscontracten. En laat het dan maar van 5 jaar zijn, want dan komen er en meer contracten, omdat het minder risicovol is voor werkgevers om ze aan te bieden. En uiteindelijk gun je iedereen dat, want... Ja, maar daarmee wendt je toch wel risico af. Hè? Je zegt dan, ondernemers hebben dan minder risico na 5 jaar. Maar werknemers, gezinnen, moeten wel investeringen voor meer dan 5 jaar doen in kinderen en huizen en zo. Dus je legt dan toch wel veel risico bij werknemers. Maar dan krijgen ze de prikkel om te doen wat we vragen. Namelijk ook in je eigen menselijk kapitaal te investeren. Gesteund met zo'n leven lang leren. Dat is dus niet het eerste waar ik mee bezig ben. Hè? Dat is typisch het liberale verhaal van, ja, mensen moeten voor zichzelf kunnen zorgen en in zichzelf investeren. Maar er is nog altijd naar de verantwoordelijkheid van de overheid. Ja, nee, maar die is er ook. Omdat namelijk iedereen heeft bij het begin van zijn leven die leven lang leren budgetten plus leerrechten. Mijn leerrechten zijn op, want ik ben tot en met een, wat dan maar tegenwoordig ik heb heet, een master. In mijn boek.
Nee, maar je hebt het wel over Boslab. Boslab, kopieer je, heb je net ook weer gezegd. Daar staat dit allemaal in. Ja, maar wat... En ik denk dat dat... Het is dus niet zo dat je zegt... Het enige wat ik wilde zeggen is... Zorg nou dat het voor werkgevers aantrekkelijk is... om arbeidscontracten op te stellen. Nu is dat onvoldoende aantrekkelijk... en bouwen ze alles in de flexibele schil. Je kunt daar van alles van vinden... maar zorg dan dat de prikkels zo staan voor de werkgevers... om meer contracten aan te bieden op de arbeidsmarkt. Want uiteindelijk helpen we mensen daarmee... want dan hebben meer mensen een echt contract... en een betaalde baan. En jij vindt dat de overheid hier moet ingrijpen? Contracten waarbij de basale rechtszekerheid... op het gebied van arbeidsrecht geborgd is. Want dat is in het geding. Blijkt ook uit allerlei rapporten. Dus ja, maar ik wil echte contracten. En echte banen. Ik wil dat nog even een keer dat je dat goed duidelijk maakt. Dat zeg je niet... Dat zeg je ook omdat je het schrijnend vindt dat mensen uitgebuit worden, uiteraard. Maar je zegt het ook omdat het verstandig is voor een economie om daarin te investeren. Uiteraard. Omdat uiteraard. Dat zorgt voor creativiteit, voor productiviteit, uiteraard. Voor betrokkenheid. Ja. Hoe kun je nou mensen voelen zich veilig. Precies. Hoe kun je verwachten van mensen dat ze creatief zijn, zich inzetten voor het bedrijf, als hun baan continu op de tocht staat of als ze niet weten hoeveel uren ze volgende week mogen werken? Ja, oké. Okay. Goed, we gaan naar het derde punt. Maar even misverstand, daar zijn we dus niet over oneens. Nee, dat is helder. Alleen over de leerrechten, maar dat is helemaal niet. En die 5 jaar, daar zijn we misschien ook over. Nee, maar dat is een gedachte-experiment. Okay. We gaan naar het tekort aan mensen en middelen in de publieke sector aanpakken. Daar maak je ook een helder punt. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Wie kan ik als eerste daar... Ik snap dat heel goed. Alleen ik vind dat we hebben ons systeem op dit moment zo ingericht... dat de publieke sector verdient geen geld. Maakt wel welvaart, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar die zitten in wat ik noem de krijg-economie. En waar krijgen die uit? Die krijgen uit de verdien-economie. En de verdien-economie is het bedrijfsleven, dat zijn ondernemingen... Ja. Die winst maken. Dus je moet wel ongelooflijk goed dat evenwicht tussen krijg... en verdien-economie houden. Want je kunt niet zeggen... we moeten een groter deel van de poet, de collectieve lasten... moeten we naar die publieke sectoren gaan brengen. Want je moet wel de ruimte houden voor die verdien-economie... Okay. Om ook echt genoeg op te leveren... zodat we kunnen blijven groeien in die publieke sector. Jasper. Maar de afgelopen jaren hebben we toch in de... collectieve sector steeds meer manieren en marktwerkingsmanieren geïntroduceerd, waardoor er allemaal van die quasi-markten ontstaan zijn. Bijvoorbeeld op de zorg, dat is een, in jouw woorden, krijgsector waarschijnlijk, ja? Maar dat is wel een sector waarbij ziekenhuizen met elkaar concurreren. Dat is wel een sector waarbij fysiotherapeuten met elkaar concurreren. Et cetera. Het feit dat daar meer geld heen brengen, automatisch niet tot een beter resultaat zou leiden... omdat de marktprikkels daar missen, dat zit er niet in. Maar dat zeg ik niet. Ik zeg alleen vooraf, voordat je dit gesprek voert... net zoals toen we begonnen eigenlijk... het evenwicht tussen markt en overheid... is hier ook een delicate. Want ik zie dan in sommige verkiezingsleuzen... ja, er moet zoveel meer naar lerarensalaris... of zoveel meer naar zorgpersoneel. Dat begrijp ik vanuit een menselijk perspectief. Maar ik ben er meer voor om het geld in de publieke sector zo te besteden... dat de kwaliteit toeneemt, dat de productiviteit... toeneemt. En dat is dus investeren en niet langer uitgeven. Want wat ik zo leuk vind aan jou, aan wat je doet, is dat je dat ook omdraait. Een soort paradigmaverschuiving. Je zegt van, het is geen uitgavenpost onderwijs, het is een investering. En die investering die rendeert. Dat je op een andere manier ook hetzelfde geldt voor de zorg. Tenminste, hangt er vanaf hoe je het uitgeeft in de zorg en in het onderwijs. Ja, maar als je het natuurlijk hebt, als je dat voorbeeld lerarensalarissen neemt of zorgsalaris, dat zijn... Er zijn in de staatsfinanciën is dat onderscheid tussen staatsuitgaven en staatsoverheidsuitgaven en overheidsinvesteringen. Maar als je daar economisch naar kijkt, dan heeft dat ook een investeringskarakter dat je mensen van goede kwaliteit hebt voor de klas en dat die genoeg verdienen. Dat is bij uitstek investering in menselijk kapitaal. En als je bijvoorbeeld iets anders kijkt naar de gemeentelijke financiën, sinds de overheveling van heel veel taken naar gemeenten zonder budget erbij, gaan de bibliotheken en zwembaden dichterom. Dat gaat ook om kwaliteit van leven. Okay. Dus er is echt veel in het geding. Er is geld genoeg. ESB-enquête onder economen gisteren. Dat is werk niet te geloven. Bijna unaniem, Jasper. Jij was ook een beetje in de war ervan, geloof ik. Hè? Ja, in de war is een groot woord. 2 op de 3 gelooft in anticyclisch overheidsbeleid. Sowieso. Hup, uitgeven dat geld. Want de multiplier groter dan 1. Hè, dan het BNP neemt dan meer dan evenredig toe. Fantastisch. Een grote meerderheid van de economen denkt dat extra uitgaven economische groei in de private sector teweeg brengen. 92% denkt dat de staatsschuld met de helft zou kunnen
kunnen toenemen. 66% zegt, oh nee, die kan verdubbelen. 120% is prima. En 10% heeft zelfs een fantasie van jullie vakgenoten, economen. Grote enquête. We kunnen naar Japanse scenario's. En dan kunnen we 250% hebben. Nou, we hebben het dan over. Dan kan onze staatsschuld, dan kan de schuld, die kan dan naar... Nou, hoe groot, nou keer 4 of zo, ja. Ja, dan kunnen we 400-500 miljard. Nou, dat redden we niet binnen. Dat redden we het komende jaar niet. Nee, maar ik vind dat... Stel, ik vind het wel interessant. Ik heb de enquête braaf ingevuld natuurlijk, want ik kreeg het verzoek. En ik denk, hey, Jasper stuurde mij een verzoek, dat ga ik invullen. Nee, gekheid op een stokje. Ik denk, het gaat mij niet zozeer om het niveau van die staatsschuld of het niveau van de uitgaven aan de publieke sector, maar wat je ermee doet. De kwaliteit. En ik vind het onderwijs wel een goed voorbeeld. Louter aan leraren salarissen uitgeven. Ik weet niet of dat een goed idee is. Want ja, tot op zekere hoogte krijg je daarmee mee kwaliteit voor de klas. Maar kijk nou even wat er bij corona gebeurde. Ik vond het wel ontluisterend dat er kennelijk echt gebrek aan digitale vaardigheden is om gewoon uniform op behoorlijk niveau onderwijs te kunnen blijven geven. Laten we een massieve digitaliseringsslag in het onderwijs slaan. En daarmee help je ook meteen de leraren om daar zelf meer vaardigheden in te krijgen, meer comfort. Dat noem ik een investering, maar alleen maar kijken naar... Maar waarom zie je die twee dingen tegenover elkaar? Je kunt tegelijk toch de salarissen hoogtrekken. Wat ik ook zo raar vind, is dat over de... Maar kijk even naar de... Over de salarisverhoging in de zorg. En toen wist de minister te vertellen dat het niet zou helpen om de salaris te verhogen. Want er waren een heleboel andere dingen, administratie en waardering, die waren veel belangrijker. Voor een regering die zozeer stuurt op financiële prikkels. En die weten wel te vertellen dat zorgmensen niet zo nodig meer salaris nodig hebben. Terwijl een enquête door de vakbond, die gaf natuurlijk het tegenovergestelde te zien. Ik vind dat heel erg bevoogdend als je dat zegt. En ik lijkt mij heel vreemd als je zulke grote tekorten hebt en als we overal in de economie redeneren van tekorten, nou, dan moeten ze meer gaan verdienen blijkbaar, dat dat hier niet het geval zou zijn. En natuurlijk is digitalisering heel goed, maar dat doet er niks aan af. Dat bedoel ik, dat is een investering, maar ik ben bij die salarissen... Maar dit is dus ook een soort investering, dat is mijn punt. Ook tot op zekere hoogte, want je geeft iedereen... geef je het en je doet niks aan... Wat namelijk een probleem in het onderwijs en die arbeidsmarkt is, dat je zit heel snel aan je max. Er is geen... de loopbaan is snel gelopen, zeg maar. Dus ik zou kijken, zullen we dan die investeringen... lonen van leraren doen... laten we die ook in een loongebouw, in een loopbaanpad... in veel meer arbeidsdeling. Dat je een onderwijsassistente veel meer krijgt. Dat je veel meer dat soort differentiatie krijgt. Maar gewoon zeggen, hier dus is een zak en zoek dat er meer geld heen moet. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar het gaat mij erom hoe je het doet. Jasper, heb jij nog een tekst voor in de verkiezingsprogramma's in dit verband? Kom je hier een beetje uit als je dit zo hoort? Nou ja, in eerste instantie, dus maak je geen zorgen eventjes het komende jaar over de overheidsfinanciën. Dat is duidelijk. Dat is geen economische zonder situatie. Nee, maar dat is ook een belangrijke bottomline van de verkiezingsprogramma's. Terwijl ze altijd heel erg op dat huishouden ja, dat zaten. Vind ik wel heel raar hoor, als ik daar een vraag bij mag stellen. Ja. Dus de overheidsschuld is teruggegaan naar 48% van bbp in maart, geloof ik. Wat historisch echt belachelijk laag is. Ja. Ten koste dus van investeringen in de publieke sector, in allerlei onderdelen daarvan. En nu horen we plotseling, 75% is ook geen probleem. Als dat geen probleem is, 75%, waarom hebben we dan kromgelegen en onze publieke sector uitgehold om 48% te bereiken? 92% van de economen zegt dat 100% ook oké is. Ja, opgeslagen. We hebben gevraagd of dat houdbaar is. Hè? Of dat, of niet dat, of het wenselijk was. Niet of het houdbaar was. Of het mogelijk was. En de mensen zeiden, de economen zeiden, het is belangrijk. Ik vond het opmerkelijk, want er zijn economen zitten heel... altijd op het huishoudboekje en aflossen die schulden. Maar we hebben heel bewust gevraagd, kunnen we het financieren? Okay. Omdat we daar ons daar wel bewust... Okay. Dat wilden we weten. Dat weten we niet. Maar geld zat, dat is in ieder geval duidelijk. Maar het moet wel goed worden uitgegeven. Okay. Ja. Dat is wel belangrijk. We gaan naar het vierde voorstel, want we hebben nog maar weinig tijd. En ik wil dat nog even behandelen. Ook een belangrijk voorstel. Stop onmiddellijk, dat komt uit je tenen, dit heb ik het idee. Want, mag per direct. Stop onmiddellijk met de ongeveer 8 miljard subsidie aan de fossiele industrie. Iemand oneens aan deze tafel? Nee, ik heb dat bij een keer in een NOS-journaal ook gezegd. En ik denk dat in plaats van die no-brainer, moeten we zeker doen. Ja. Maar ik ben echt nog verdergaand. Zet in het verkiezingsprogramma een stevige broeikasgassenheffing. Een CO2-heffing. Hebben we in ESB, op andere plekken, hebben ook weer, weet ik hoeveel economen, gezamenlijk eenzelfde opinie. Geen verschil tussen economen mening. Zet daarop in. Ja. Nou, kijk, wij hebben, tenminste, als ik het. De overheid heeft gesteld dat in 2050 onze economie circulair moet zijn. Toch? Klopt. Ja, fantastisch. Klopt. Dat is over 30 jaar. In 2030 moeten we halverwege zijn. Klopt. Dat betekent dat in 2030 slechts de helft van de grondstoffen primair mag zijn. Fossiel.
En de rest moet uit gerecycled materiaal komen. Klopt het allemaal? Want gaat goed. Gaan we dat redden? Ik had het idee dat het met circulariteit de goede kant op ging, eerlijk gezegd. Maar dat het met de CO2-emissies niet de goede kant op gaat. Maar dat wel heeft dan met elkaar te maken. Ja, tuurlijk. Maar, Dus even afgezien circulariteit gaat de goede kant op. De goede kant op. Nee, goed, zijn we het over eens. Nee, okay, en we moeten nu echt specifieke doelstappen zetten. Ja. Ja. Dus, maar ook hier kan je het systeem beter maken door prikkels op scherp te zetten. Dirk, wat zei je? Het is ook niet ingewikkeld welke stappen dat zijn. Hè? Dus laten we niet. Dus alle economen zijn het eens over CO2. Rekeningrijden is nog zoiets. Er zijn heel veel mensen voor. Niet meer asfalt, maar rekeningrijden. Ja. Dus opnieuw vraag je af van, ja, ministers, waar wacht je nog op? Ja, maar de uitdaging is hier niet economisch. De uitdaging is hier maatschappelijk. Hoe krijg je de mensen mee? Hoe overtuig je de mensen dat dit verstandig is? Nee, dit is echt iets wat je van. Kijk, dat is dus de verkeerde opvatting van polderen, denk ik. Er ligt wel een punt natuurlijk. Maar wij vatten, of in Nederland wordt polderen opgevat als wachten tot iedereen, tot de publieke opinie omslaat. Dat zeg ik ook niet. Mee. Nee, dat zeg jij niet, maar dat ik is hoe niet, ik zie dat het gaat. Nee. Hier moet leiderschap worden getoond. Ja. Je moet zo'n CO2-belasting gewoon invoeren. Nee, het feit dat we deze discussie hebben helpt. Ja, maar wacht even, kan Nederland een CO2-belasting invoeren? Is dat nou verstandig? Ja, dat kan, ja. Als je dat op een heel klein landje. Ja. Nee, dat is weer. Daarom heb ik ook. Dit is weer een sentiment wat je heel vaak hebt van. Ja, nee, dat moet binnen Europa of zelfs mondiaal geregeld worden. Mondiaal kunnen we vergeten verlopen, maar Europa vind ik nog. Nee, maar we kunnen als land al heel veel doen en we moeten natuurlijk in Europa daar ook voor agiteren. Maar dat doen we ook helemaal niet. Nee, maar even die fossiele brandstoffen subsidies waar jij terecht tegen ageert. Los van dit. Daar zit in Nederland hebben wij vrij forse subsidies daarop zitten, meer dan onze buurland. Bijvoorbeeld. Dus daar is ook echt wel ruimte om zonder de concurrentiekracht, zeg maar, het niet te doen, om daar te verminderen. Dus dat moet En ik denk dat bij die CO2-heffing, dat kan je op een slimme manier doen, want de opbrengst van die CO2-heffing kun je ook weer gebruiken. Terugsluizen. Om juist die bedrijven die helpen in de vergroening en de verduurzaming en de circulariteit enzovoort, om die een zet te geven. En dan ga je ook, en kringlooplandbouw, ook die noem jij ook nog, hè, om allerlei dingen ga je dan een zet in de goede richting geven. En het enige vind ik waar we echt wel voor op moeten passen, is dat dingen beprijzen betekent dat het duurder wordt. Ja. En dat we daar ook wel op inkomenseffecten gaan letten. Want dat zal ook voedsel bijvoorbeeld betreffen. Dat zal primaire levensbehoeften betreffen. En is dat dan nog wel betaalbaar voor alle groepen? Dit is een heel belangrijk punt. Als ik daarop aan mag sluiten. Hè, je hebt dat gezien bij president Macron. Die wilde de benzine aan de pomp duurder maken. Terwijl tegelijk Fransen het gevoel hadden dat er aan hun pensioenen gemorreld werd. En een andere. En dan wordt het niet gepikt. Hè. Dus het is heel belangrijk dat we ook maatregelen in samenhang nemen. Dat je die belastinghervorming doet, waardoor de besteedbare inkomens echt gaan stijgen. En dat je dan zegt, we moeten ook gaan rekening rijden. Of we moeten ook. En dan wordt het gepikt, zal ik maar zeggen. Dan is er echt draagvlak. Er komt een hele aardige suggestie binnen hier. Aan de andere kant zit Robert van der Velde. En die stelt voor, is het een idee om alle politieke partijen een energielabel te geven? Ja, dat vind ik een hele goeie. Maar het PBO gaat het toch ook doorrekenen? Tenminste, nu wordt er eerst even van, moeten we wel doorrekenen? Corona is te onzeker. Ik hoop van harte, als er ooit of ook mensen zitten van de planbureaus, alsjeblieft, reken die verkiezingsprogramma's wel door. Ja. En inderdaad, doe het ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Ja. Doe het ook door het SCP. Kijk ook, wat doet het met de tevredenheid van mensen met hun leven, het gevoel dat ze controle hebben op hun leven. En ook werkloosheid, overheidsfinanciën en inkomen enzovoort. Hier een hele simpele suggestie wordt hier ook gedaan. Even komt hier binnen vanuit het publiek. Het is leuk om daar af en toe even te laten zien dat ze niet voor niks iets insturen. Is belangrijk. Waarom hebben we geen veel hoger belastingtarief voor nieuwe grondstoffen ten opzichte van gebruikte grondstoffen? Bijvoorbeeld plastic. En dat je zegt virgin plastic, wat uit de fabriek komt, daar komt een enorme belasting op, zodat gerecycled plastic, wat nu relatief duur is, dat vraagt veel bewerking, relatief goedkoop wordt en interessant wordt. Maar ga gewoon een CO2-heffing aanzetten, dan gebeurt dit. Ja, dat helpt al. Ja. Je moet gewoon helemaal directer, niet allemaal van die. Het is heel erg interessant. Hè? We schieten heel snel in de modus van slimme oplossingen bedenken, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nee. Die zijn al bedacht, die zijn al doorgerekend. Moet het gewoon gaan doen. Moet het gewoon gaan doen. Even hebben we vertrouwen dat Europa dit, want in Nederland vindt het allemaal ingewikkeld. Hè? Er is een recht al drie keer aan te pas gekomen om de overheid op te roepen om nou eens aan de slag te gaan met de Parijs klimaatdoelstellingen, et cetera. Dat hebben we allemaal gevolgd in het nieuws. De overheid vindt het allemaal erg ingewikkeld dit. Hebben we het idee dat Europa met de Green Deal, Ursula von der Leyen, die daar toch behoorlijk op tamboureert, dat die Nederland gaat helpen om hier wat meer tempo te maken, Jasper?
Ja, nee, ik ben heel aarzelend. Juist omdat Europa dit zegt, zal er ook veel weerstand bij veel mensen in Nederland zitten. Omdat Europa het zegt, ja. Dus het helpt ongetwijfeld omdat Europa de enige is die kan zorgen... De Europese Unie de enige is die kan zorgen dat andere Europese landen het gaan doen. Hè? Ja. Dus dat, die voortrekkersrol is echt heel belangrijk. Als de Europese Unie had gezegd, het doet er niet toe... Wat jullie doen, dan had Nederland ook geen druk gevoeld. Dus het zorgt wel degelijk voor druk en het helpt wel degelijk een beetje. Ja. Maar ik denk dat we het niet moeten overschatten. Want er zijn zelfs plannen al om aan Europa, aan de grenzen van Europa... een soort carbon tax te introduceren... waarbij staal uit China wat niet voldoet, of uit India of Amerika... wat niet voldoet aan de criteria waarmee staal in Europa zouden moeten worden gemaakt... inclusief CO2-belasting, et cetera, extra belast worden. Is dat een goed idee? Ik vind dat een goed idee, ja. Maar kijk, ik vind het een heel goed idee. In Nederland kunnen we dingen gewoon doen. En we kunnen in Europa, we zijn een middelgrote economie... we hebben echt wel een stem in Europa. We kunnen daar ook duwen en Van der Leij ook helpen om deze maatregelen er te Geloof je dat Europa gaat helpen, Barbara, in dit verband? Nou, ik ben het wel met Jasper eens dat we moeten uitkijken dat Europa ons geen opdracht geeft. Want dan krijg je steeds die reflex dat Europa krijgt de schuld als iets niet leuk is. En als het wel leuk is, dan heeft Den Haag het voor elkaar gekregen. Maar gewoon simpele staatjes. Als je kijkt naar het percentage van onze energiegebruik dat duurzaam opgewekt is. Daar staan wij, geloof ik, met Malta ergens... helemaal aan die kant. Zet die staatjes in de krant. Laten we ons gewoon realiseren dat er nog zoveel te verbeteren valt... door gewoon eens te leren van andere landen. En ik ben er wel heel erg voor dat we nu... Nu is het bijvoorbeeld, stel je voor... wij willen in Nederland iets aan de landbouw doen... en wij stellen daar allerlei eisen als het gaat om de wijze... waarop we met de bodem omgaan. Ja, ja. En wij willen niet dat de producten uit andere Europese landen komen... want we halen vrij veel eten ook uit andere Europese landen. Die dat verstoren. En ik vind dat we in Europa wel met elkaar het gesprek aan moeten... hoe mogen we, ondanks het feit dat we een vrijhandelsunie zijn... een interne markt hebben, toch een verschil in milieueisen. Wel aan de grenzen, niet alleen van Europa, maar ook binnen Europa. Want dan kan je ook een coalition of the willing, een koplopersgroep in Europa krijgen. En nu wordt het wel daardoor gefrustreerd. Dan heb ik nog een verzoeknummer zelf. Als simpele bedrijfskundige zit ik hier met drie zeer hoge geleerde economen aan tafel. En wat ik ontzettend aardig vind in het boek, is dat je eigenlijk ook zegt... de afgelopen decennia hebben we economen ook een beetje verkeerd opgeleid... zeg je eigenlijk, een beetje mijn woorden dit. Maar in die studies zit eigenlijk de boodschap steeds weer opnieuw. Die overheid, die moet klein zijn, hè? Die is bureaucratisch, die moet regels schrappen. En dat moeten we ook herzien in het curriculum van de opleiding, want dat klopt niet. We moeten eigenlijk economen vragen, oké, waarom wil je eigenlijk econoom worden? Welk duurzaamheidsdoel van de Verenigde Naties inspireert jou om econoom te worden, hè? Zoiets. Of andere doelen. Ja. Nou, je hebt er een aantal genoemd. Maar daar zit een heel groot verschil met wat er in mijn beleving nu nog steeds gebeurt aan, de meeste universiteiten. Kijk, economiestudenten leren, je hebt vraag en aanbod, daar komt een evenwicht uit en dat is een optimum. Ja, dat is de optimale uitkomst. En dan de economie kan dat verstoren. Zo wordt er ook over gepraat. De economie verstoort het evenwicht. Ja. Nee, de economie wordt ondersteund door de overheid. Ik denk dat we daar heel anders over moeten gaan denken. En er is ook genoeg in de economische wetenschap trouwens... traditie om voor te bouwen op een andere manier van denken over staat en markt, waar het net ook misschien over is. Misschien heb ik geluk gehad, maar ik heb in mijn economieopleiding geleerd dat geluk, nut, welzijn, brede welvaart het doel is dat economen dienen. En ik kan, zoals studenten Duits alle naamvallen kunnen opdreunen, kan ik alle vormen van marktfalen opdreunen. Elk moment van de dag, elk moment van de nacht dat jij me wakker maakt. Dus ik ben opgeleid met brede welvaart en met marktfalen. En ik weet dus dat we een overheid nodig hebben om dat bij te sturen. Mm-hmm. Dus het is ook, denk ik, een kwestie van... in de economie, in de wetenschap zit het. Zullen we dan ook die boeken en de geschiedenis van het economisch denken in ere weer veel meer laten zien? Want het zit in de wetenschap. We hoeven de wetenschap echt niet opnieuw uit te vinden. It is not a bad science. Nou, maar hier zit toch al een probleem. En als je over een marktfalen praat, dan heb je het idee van de markt werkt goed. Als de markt nou niet goed werkt, nou, dan kunnen we als een soort tweede optie de overheid erbij halen om te gaan verbeteren. Maar de overheid markten... is nodig om de markt überhaupt te laten bestaan. Zeker, om de eigendomsrechten te hebben. Dat gaat over de publieke sector. Zeker. Jasper. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch over het economieonderwijs van vandaag. Nee? Nee, ik heb het idee dat... er de afgelopen jaren echt best wat verbeterd is. Het kan nog veel beter. Er zijn plekken waar het echt niet goed gaat. Maar de studenten die ik lesgeef en die ik ook zie en die ik ook spreek... dat zijn gedreven jonge mensen.
En die zeggen het ook wel als ze onderwijs krijgen waarvan ze denken, dit klopt niet, dit zit me niet. Ja. En je ziet het ook in die economen-enquête terug, hè? Dus daar... De beleidsmakers zeggen daar, dat zijn de mensen die hebben dus jaren geleden economieonderwijs gehad. Mm-hmm. Die waren in 2010, 2012 bij de vorige crisis massaal voor bezuinigingen. Want het is verstandig, want dit is het moment om te bezuinigen. Want als nu niet, dan niet. En die overheid moet kleiner en dit en dat. Die mensen die wijken nu niet zo heel veel af in wat ze zeggen van de academici die dat toponderzoek doen. Okay. Dus die hebben geleerd. Oké, okay. Wat ik iedere keer weer opmerk vind, is dat het alsmaar over groei gaat in de economie. De economie moet groeien. En ik zag een tijdje terug een mooi overzichtje. De economie groeit natuurlijk ook de afgelopen decennia, is het hard gegroeid. Maar de geluksbeleving, jij zei een keer tegen me, economen zijn geluksmachines. Hè? Die studeren geluk. Maar we zijn niet gelukkiger geworden de afgelopen 50 jaar. Onze welvaart is verdrievoudigd, maar we zijn niet gelukkiger geworden. Nou, dus we zitten op het verkeerde spoor. We zijn in de jaren 70 ongeveer net zo gelukkig als we nu zijn. Het scheelt niet veel. Maar goed, dames en heren, kijk eens op de klok. We hebben nog 30 seconden, dus het is de hoogste tijd. Heb je er een beetje vertrouwen in dat er iets terug gaat komen in de verkiezingsprogramma's? Heel veel vertrouwen. Kijk, leiderschap tonen. Barbara. Ik heb er ook vertrouwen in. Ja, we hebben er zin in wat op ons af gaat komen. Gaat de overheid luisteren? Gaat er iets gebeuren? Jasper? Ja. Dan rest mij niets anders dan jullie van harte te danken. Jasper Lukees, Barbara Baarsma, Dirk Bezem. Gefeliciteerd met de bevalling van dit heerlijke, opgewekte boek. Dank jullie wel. Dank voor jullie komst. En u dank wel voor het kijken. Thank you.